Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij No Limits aflevering 15. We zijn er weer. We gaan ook weer in deze aflevering 3 achtbanen rijden. En dat zijn Kraken, Koopa en Lightwave. Kraken. Ik ben benieuwd als het ook wel degelijk Kraken is uit het Duitse pretpark. Waar precies die staat, weet ik niet. Ik heb hem wel gezien in een video van Making of Baron, omdat het bootje meer is gaan kijken in die achtbaan. Vandaag dat ik de naam ken. Ik weet niet wat ik me moet verwachten bij deze achtbaan. Maar we zullen het over een paar seconden. Voor jullie is het gewoon een kwestie van blijf kijken en hup, het is er. En voor mij is het nog even wachten, want hij moet nog helemaal inladen. Maar ik ga daar nog wat vertellen over No Limits. Maar eerst gaan we de achtbaan opstarten en zien wat voor geheim Kraken inhoudt. Oké, Kraken is geladen. En ik had dus ook moet even dingen slikken. En ik had dus nog wat vertellen. We hebben wel al een dive coaster, maar... Oh nee, het is een floorless coaster, geen dive coaster, maar wel een vloerloze coaster. Zo moet ik het zeggen, vloerloze coaster. Wat ik dus nog ga zeggen is het volgende. Ik ga aankomende zondagen geen rollercoaster uploaden, maar wel No Limits tutorials. Want ik heb eindelijk gevonden hoe je een achtbaantje kan maken op No Limits en een fatsoenlijke achtbaan. Gaan wij dan maken in die aantal afleveringen. Ik weet niet hoeveel het er gaan zijn, maar het gaat natuurlijk één achtbaan zijn over de baan maken, één achtbaan zijn over de instellingen, één achtbaan zijn dat we testen, dat we in dezelfde aflevering misschien ook testen, ondersteuning, omgeving, want hier is dus helemaal geen omgeving. En ja, dat ga ik dus doen binnenkort, want dat is niet zo makkelijk als je denkt. Een coaster maken op de limits, maar ja, ik weet dus wel hoe het moet, dus daar ben ik ook blij om. En ja, ik ga jullie het van A tot Z uitleggen hoe je het kan doen, want ja, rollercoaster, jullie weten het allemaal wel, jullie hebben het al gezien als je een serie volgt, dat die een beetje vasthangt en het is niet meer een game spelen die vasthangt, maar vooral niet rollercoaster, want dan kan je het niet gemakkelijk doorvallen. Goed, we zijn ondertussen een Kraken, het is dus niet de achtbaan uit het park. Het Duitse pretpark. Wat dit tunneltje eigenlijk doet vind ik raar, maar oké. We zijn dus... oh, we zijn er al. Ja, we schieten in de ruimte. Goed. Even rondvliegen. Het is een simpel... Ja, het is geen dive coaster. Het is eigenlijk een floorless coaster. Want een dive coaster, dames en heren, die heeft van die super grote wielen. En dat heeft deze achtbaan niet. En mijn dive coaster zit je nog aan de buitenkant. Dat is ook waar. En hier niet. Hier zit je gewoon aan de binnenkant. Alleen voor dit, dames en heren. Hier heb ik dus nog een probleem mee. Want hoe dit gemaakt wordt, I don't know. Ik ga het zelf eens uitzoeken als ik een achtbaantje van deze bijvoorbeeld eens even in de dingen ga zetten. Maar ik weet dus niet hoe als het één stuk is. Maar dat zal ik dan wel eens zien. Maar voor de rest vind ik het een prima achtbaantje en een zeer vloeiende achtbaan. Qua thematisatie is er helemaal niks. Dat vind ik dan wel jammer. Dat er helemaal geen enkele thematisatie te vinden is. Ja, dat vind ik helaas jammer. Daar moet ik eigenlijk wel een paar punten zeg maar voor aftrekken. Maar ja, dan nog. Thematisatie is en blijft wel een punt wat belangrijk is voor bij een achtbaan. Want zonder thematisatie is het gewoon kaal en niet leuk. Maar voor de rest vind ik het een heel erg leuke achtbaan. En mijn score, ik geef hem een 7. Ik ga dus nu met scoren zoeken. We gaan op naar de tweede achtbaan van deze aflevering. En mijn zoekkracht, en die is half kapot, dat weet ik. Dat is voor de tweede achtbaan. Tweede achtbaan die we gaan doen is Koopa. En ik kreeg in het begin al ja, dezelfde fout, maar ik geen gras, een grasdetail niet gevonden. Koopa. Ben benieuwd wat dit voor achtbaan is. Het type natuurlijk, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. We hebben een achtbaan die mij een soort van bekend voorkomt. Ik weet niet eens of we deze al eerder gedaan hebben, maar hij komt me wel bekend voor. Hij komt me echt wel bekend voor. Nu, ik denk niet, want normaal gezien moet ik alles georganiseerd hebben, dus ik zal er maar van uitgaan van niet. Moest het zijn dat jullie het opvallen van, jawel, hij heeft hem wel al gedaan. Sorry dan, maar hij komt me wel bekend voor, maar ik durf niet 100% zekerheid te zeggen als hem dit echt is. Ik ga dadelijk even snel de mapjes afgaan.
Oh, ik kom echt bekend voor. Maar echt wel bekend voor. En ik hoor een boeltje, dat gaat wel doen, want de ijzeren koelkast hier is. En... hey god. Ik heb echt geen vermoeden van wel. Ik heb zo'n half vermoeden. Zo'n half vermoeden. Dat het... gewoon is. Dat ik denk dat hij dat we deze al gedaan hebben. Ik heb zo'n afgemoeden. Ik... ja, maar dan nog. Dan nog. Sorry daarvoor. Dan nog. Ik ga niet meer een speciaal... nee. Goed. Die bomen vind ik eigenlijk wel raar. Dat we pannenbomen hebben in het sneeuwgebied, maar... oké. Ik vind het tunneltje ook raar. Laat spiraal. En dan zijn we denk ik weer. Ja? Sorry, ik moest even, ja, groepen. Dat ik kom zo, ik moet hier even ergens naartoe gaan, maar snel even de punten. Ik geef deze achtbaan een 8,5. Waarom 8,5? Als de grond normaal zou ik hem een 9 geven. Want, ja, dat past me niet. Ik vind de dingen niet passen. De grond bij de boom. Goed, zo dames en heren. Ik heb een ijsje gekocht, dat in het vriezer voor na het eten. Dat is ook weer even nodig. Even buiten van het op- en aflopen. Goed. Koen, maar ik weet dus eigenlijk niet of we hem al gedaan hebben. Sorry daarvoor als het toch zo is. Maar toch. De volgende aflevering die we gaan doen is Lightwave. Dat is de laatste van deze aflevering. En dan gaan we dus bekijken wie er nu op gewonnen heeft. En Lightwave is opgestart. Ik ben benieuwd wat wij als laatste achtbaan type krijgen voorgeschoten. En het is een hangende achtbaan. Met een vloerzakkingje. En dit ziet er een heel stijle optakeling uit. Ik vind niet dat het recht is. Ik kan daar eens kijken, maar holy shit. Heel stijle optakeling. Oké. Heel erg stijl. Maar toch. Lightwave. Oh, we gaan ook onmiddellijk al dikke spiralen maken naar 100. Krijg je meer speed. Hij is ook echt helemaal op ingebouwd, hè. Dus ik verwacht eigenlijk wel al heel wat. Ik verwacht misschien wel een paar palen door baan 4 of zo fout gezet. Ja, ik verwacht zo. Ik denk dat we er nu weer alleen de fout hebben. Dat is het nadeel van de ondersteuning die we nog die naar de rand moeten plaatsen. Goed. Oké, die remmen. Oké. Dan, hopla, de remmen, dat is al wat ik zei, paletjes. Wanneer is het nu, dit vind ik niet echt een realistische baan, want... ja, misschien wel een realistische baan, maar... de ondersteuning vind ik niet echt goed gezet. Maar, daar kan je niks aan doen, want die ondersteuning wordt... zelf uit elkaar gezet, dus daar kan de maker van deze achtbaan niks aan doen dat dat allemaal niet zo is. Goed, lekker even doorvliegen. De toedaging is dus echt wel loodrecht naar boven, wel degelijk helemaal recht. Heb jij nog nooit gezien bij een achtbaan die recht omhoog gaat? Nog nooit heb ik gezien, echt nog nooit. Ik ben altijd beetje verkouden. Het is al veel minder dan vorige week. Vorige week als je weet je, kijk, hier zijn zelfs ook lege palen. Ja, lege funderingen. Kunnen we kijken dus onder het niveau. Oh, dat is even niks. Ik dat je dan dingen zegt. Maar ja, de baan is op zich goed uitgewerkt. Alleen vind ik het jammer dat niet alles zo is. Zoals ik het gedacht had, en er zijn dus wel degelijk palen door de baan heen gekomen, maar daar kan de maker deze achtbaan nogmaals niks aan doen. Want hij moet gewoon aanklikken waar hij ondersteuning wilt en dan wordt hij gezet. En ja, de rest doet de limits. Maar goed, ik vind dit wel een leuke achtbaan. Maar mijn winnaar, mijn eerste plaats gaat toch naar Koomba. Wordt gevolgd door de Lightwave dan en Kraken helaas. Laatste mijn cijfer voor Lightwave was dan ook nog
ook geef ik het een 8,5. Omdat ik het toch een spannende 8 van vond. Goed, dus dat is mijn winnaar. Volgende week gaan wij onze zoektocht, of fijn zoektocht niet, gaan we verder met Naked Steel, Need for Speed en weer zo'n rare naam. Ja, rare naam 2.0. En ja, dan zie ik jullie volgende week denk ik weer allemaal terug. Zondag komt er dus een tutorial online. Een deel van hoe je dus maakt. Jij dus ook, we hebben hier nog genoeg. Ik ben nu tot map 20. En we hebben hier nog heel veel achtbanen staan. Die we nog moeten verplaatsen naar een map. En dit zijn dus nog allemaal achtbanen voor de toekomst. Steel en Star Wars en van alles en nog wat. Dames en heren, ik dank jullie nu al voor het kijken naar deze aflevering van No Limits 2. Hopelijk vonden jullie het leuk. En ja, ik zou zeggen, like, abonneer en tot de volgende keer. Later.